september. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden en zij die de dienst later thuis volgen op een ander tijdstip. Onze voorganger vanochtend is dominee Kraan uit Burgum. Welkom. En organist is Sietse Kraak. De kleine paaskaars brandt en het geeft aan dat er iemand binnen onze gemeente is overleden. Als er iemand is overleden, dan gedenken we dat op deze plaats en ik verzoek u voor zover mogelijk daarbij te gaan staan. Op donderdag 25 augustus is overleden mevrouw Reina Bruinzeel Riemersma op een leeftijd van 83 jaar. Mevrouw Bruinzeel was woonachtig op de Oostergoostraat 64 in Grauw. De afscheidsdienst was afgelopen donderdag. Laten we haar in een moment van stilte gedenken. Gedenk God, dit leven. Bewaar haar bij de namen van allen die geschreven staan in het palm van uw hand. En schenk ons het vertrouwen dat in het uur van onze dood wij geborgen zullen zijn in uw vrede. Amen. U mag weer gaan zitten. Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen. Volgende week, zondag 11 september, is er hier 9:30 in deze kerk weer een dienst. En daarin hoopt dominee van het Kruis voor te gaan. En dan vieren we het heilige avondmaal. De collecte van vandaag is voor diaconie en kerk en er is een deurcollecte en die is bestemd voor kerk in actie voor het werelddiaconaat. De bloemengroet van deze dienst gaat naar mevrouw Braat van de Veen, Lepperdiek 37. En als er iemand zich beschikbaar wil stellen om namens de gemeente de bloemen te bezorgen, dan kan hij zich na de dienst melden in de torenkamer. De kerkenraad wenst ons allemaal een goede en gezegende dienst toe. En we beginnen de dienst met het staande zingen van Psalm 149, versen 1 en 2.
Wij beginnen deze dienst door uit te spreken dat onze hoop is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Namens die God groet ik u, genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, van de Heilige Geest die ons leven nieuw maakt. Amen. Meestal tegenwoordig beginnen we de dienst met een Kyrie-gebed en een Gloria-lied. Maar we kunnen het ook anders doen en vanmorgen doen we het anders. We bidden eerst om ons te verootmoedigen voor de Heer onze God. En na dat gebed willen we zingen Psalm 43, het derde couplet. Psalm 43, vers 3, na het gebed om verootmoediging. Laten wij samen bidden. God, allereerst danken wij u om alle dingen die goed gaan in deze wereld. Om al die keren dat mensen elkaar vertrouwen, dat mensen elkaar steunen en helpen. Al die keren dat we kunnen genieten van een goed familieleven, van verzoening tussen rassen, van betrokkenheid op de ander, van al die pogingen om de aarde te redden van de crisis die er momenteel zijn. Tegelijkertijd, o God, moeten wij u bekennen dat er heel veel misgaat in ons leven, in deze wereld. Dat mensen niet bereid zijn om te praten. Dat mensen het recht in eigen handen nemen. Dat mensen elkaar vermoorden om het minste of geringste. Dat enorme landen als China en Rusland toch aan landje pik doen. En kleinere naties bedreigen of binnenvallen. En we zien zoveel geweld om ons heen. Vaak zinloos geweld. Zoveel grofheid. Zoveel misslagen. En daarom willen we ons verootmoedigen, Heer. En u vooral vragen om ons op een andere weg te zetten. Een weg van liefde en verzoening. Wilt u ons vergeven wat verkeerd gegaan is? Zo bidden wij. Amen.
woord van vergeving lees ik enkele verzen uit 1 Johannes 2. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonde, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonde van de hele wereld. Tot zover dit woord van vergeving. We zingen nu Psalm 43, het vierde couplet. Vaak lazen we vroeger de 10 geboden. Ik wil dat vanmorgen ook doen, maar dan in mijn eigen woorden. God is je schepper, de eerste en de laatste in je leven. God is altijd groter dan elk beeld dat wij van hem of van haar maken. Misbruik de naam van God niet in woorden, noch in daden. Zet elke week een dag apart voor rust, bezinning en ontspanning. Wat mij betreft hoeft dat niet de zondag te zijn. In Pakistan had ik altijd op vrijdag vrij. Maakt niet uit. Maar neem rust. Behandel ouders en ouderen met respect, tenzij ze je mishandelen of misbruiken. Ga dan naar de politie. Heb eerbied voor alle leven. Beneem elkaar het leven niet. Dat betekent ook dat je elkaar het leven niet onmogelijk maakt. Ontwricht de relatie van een ander niet voor eigen gewin. Stelen, proletarisch winkelen, een dubbele boekhouding. Het kan echt niet. Kwaad spreken van een medemens, roddelen, liegen. Het maakt veel stuk. Wees tevreden met je bezit. Vergaap je niet aan de Bentley van een ander, noch aan zijn tweede huis of haar vakantiereis. De waarde van een mens wordt toch niet door bezit bepaald? Tot zover deze aanwijzingen en dan zingen we nu Psalm 119, het 12e vers. Psalm 119, vers 12.
Voordat we lezen uit Gods woord willen wij bidden om de geest van God. Laten wij samen bidden. Niet vanzelf spreekt het, o God, dat wij woorden van duizenden jaren geleden ook maar zouden kunnen toepassen in het heden. En niet vanzelf spreekt het dat wij ons werkelijk openstellen voor uw woord. Laat staan dat wij ons willen laten corrigeren. Of dat wij ons willen laten troosten. Of dat wij ons willen laten uitdagen om dingen eens van een andere kant te bekijken. Om niet terug te vallen in onze comfortzone. Heer, daarom hebben wij uw geest nodig. Om fris opnieuw uw woord te overwegen. Om ons te laten uitdagen. Te laten bemoedigen. Te laten troosten. Zend daartoe, o God, uw Heilige Geest. Zo bidden wij. Amen. De lector verzorgt de lezingen vanmorgen. En ik neem aan dat die ook aangekondigd worden door de lector. De eerste lezing komt uit Numeri 11, de versen 24 tot en met 30. Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de Heer aan het volk over. Daarna bracht hij 70 oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. Toen daalde de Heer af in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte op de 70 oudsten over. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de andere Medad, waren in het kamp gebleven. Ze stonden wel op de lijst van 70, maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ook zij te profeteren in het kamp. Een jonge man rende naar Mozes en zei: Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profeteren. Zeg dat ze daarmee ophouden, heer, zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes' rechterhand was geweest. Maar Mozes zei, denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk, profeteerde iedereen maar. Daarop keerden Mozes en de oudsten van Israël naar het kamp terug.
komt uit Marcus 9, de versen 38 tot en met 50. Johannes zei tegen hem: Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten. Jezus zei: Belet het hem niet, want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je, wie jullie een beker water te drinken geeft, omdat hij jullie bij Christus horen, die zal er zeker voor beloond worden. Wie een van de geringen die in mijn geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee werd gegooid. Als je hand op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen te worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed, maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie met zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede. De tekst voor de verkondiging is Marcus 9, de versen 38 tot 40, waar Johannes dus zegt: Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te verbieden. Laten we na de uitleg zingen Lied 838, het vierde couplet. Lied 838, vers 4. Die versen 38 tot 40, waar ik het vanmorgen over heb, zijn in dit stukje later toegevoegd. Het past eigenlijk niet precies in dit gedeelte. Als je vers 37 leest, wie in mijn naam een kind opneemt, neemt mij op, dan volgt in vers 41 heel natuurlijk, wie aan een discipel van Jezus een beker koud water geeft, die geeft het als het ware aan de Heer zelf.
En zo vervolgt de tekst. Het is een gebod om op te komen voor een kind, maar het is verboden om kleine van de goede weg af te brengen. Daar kunnen kinderen mee bedoeld zijn. Het is meer waarschijnlijk dat daar mensen mee bedoeld worden die zwak in het geloof staan. En dan volgen een aantal spreuken die niet zo gezellig klinken. Hak je hand af, hak je voet af, steek je oog uit, als dat je van de Heer afbrengt. Het klinkt barbaars, maar het is in feite wijsheid van alle dag. Ik heb suikerziekte, er is een stuk van mijn voet geamputeerd. En als dat niet was gebeurd, had ik vanmorgen niet hier gestaan. Ervaringswijsheid dus. Nogmaals, klinkt barbaars, maar het redt je leven. Maar er is niet alleen een lichamelijk leven om te redden. Er is ook een geestelijk leven om te redden. En vandaar, als je oogje tot zonde brengt, of je hand, of je voet, en je wil blijven leven, verwijder dan dat lichaamsdeel. De tekst eindigt ook een beetje moeilijk, gaat over vuur. In onze vertaling is dat een beetje moeilijk vertaald. Je kunt veel beter vertalen. Vuur, vuur moet voor ieder werken als zout. En dan snap je ogenblikkelijk wat er bedoeld wordt. Goed, ik stop met het andere stuk. Er is nog veel over te zeggen, maar vanmorgen niet. Gaat me nu om dat stukje 38 tot 40. Het zijn maar een paar versen, maar het gaat om een heel belangrijke zaak. En dat het hier staat en ingevoegd is, heeft denk ik te maken met wat er stond in vers 37, waar stond: wie in mijn naam een kind opneemt, neemt mij op. En die woorden in mijn naam herinneren Johannes eraan dat daar iemand loopt te genezen en die sluit zich niet bij Jezus aan. Iemand drijft demonen uit en wil niet verder bij de discipelen horen. En Johannes ergert zich dood. We moeten duidelijkheid hebben. Dit kan niet. In Jezus' naam iets doen en gewoon zeggen: sorry, ik hoor niet bij jullie clubje. Trouwe volgelingen van Jezus zouden moeten worden beloond met een monopoliepositie. Je kunt niet demonen uitdrijven en op je uppie blijven staan. Dat is alsof je kerk in je eentje wil beginnen. En wat natuurlijk steekt, dat in ditzelfde hoofdstuk 9, maar ja, je kan niet alles lezen, dat hebben we niet gelezen, dat daar verteld werd dat de discipelen een vader bij zich kregen met een ziek kind. En er staat er: zij konden het niet genezen. In vers 18, om precies te zijn. Waar een vader zegt: ik bracht mijn zoon ter genezing bij uw discipelen, maar zij konden hem niet genezen. En nu loopt daar barempel iemand wel te genezen, demonen uit te drijven, in Jezus' naam. Maar hij sluit zich niet aan bij de club. Verboden moet dat worden, onverteerbaar. En Johannes probeert Jezus voor zijn karretje te spannen. Maar Jezus is heel nuchter. Hij wil helemaal niet dat deze man gehinderd wordt. Je kan ook vergelijken wat je leest in de 1 Korinthebrief, waar Paulus zegt: daarom, ik zeg nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen: Jezus is vervloekt. En niemand kan ooit zeggen: Jezus is Heer, behalve door de Heilige Geest. Jezus zegt eigenlijk ook daar waarvan een persoonlijke belijdenis geen sprake is, ook daar waar mensen zich niet bij mij aansluiten, officieel, ziet Jezus tekenen van het Koninkrijk. En daar gaat het om. De tekenen van het Rijk kunnen ook buiten de grenzen van de gemeente zichtbaar worden. En Jezus trekt de kring heel ruim. Daar adem je van op. Wie niet tegen is, is voor.
Een prachtige parallel tref je nummer 11. Eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Wat is daar gebeurd? Mozes krijgt het veel te druk. En zijn schoonvader Jethro, een buitenkerkelijke, een ongelovige, helpt hem en zegt, stel dan wat mensen aan om je te helpen. Doe niet alles alleen. En dan gaat Mozes die raad opvolgen en hij stelt 70 mensen aan die hem helpen. Het spontaan te doen. En die mensen gaan ook spontaan profeteren. Wat is profeteren eigenlijk? Toekomst voorspellen? Dat denken wij vaak. Maar profeteren kun je veel beter vertalen met het woord van God naast je werkelijkheid leggen. En dan kijken wat dat oplevert. Profeteren is eigenlijk veel nuchterder dan in tongen spreken of toekomst voorspellen. Het betekent kijken naar wat God doet in deze wereld. Dwars door alles heen wat er gebeurt, kijken hoe God soms ook dat kwaad oppakt om er een goede draai aan te geven. Goed, die mensen gaan profeteren. Maar twee zijn er niet. Die zijn ver van het kamp verwijderd. Ze horen erbij, maar ze zijn niet aanwezig. En ze gaan ook profeteren. Ze heten Eldad en Medad. Prachtige namen, want die namen betekenen door God geliefde en liefde. En de goede gemeente raakt in opschudding, want ze vinden dat dit niet kan. Het idee dat er vanmorgen twee mensen door mij heen gaan preken, dat wordt toch een rommeltje. Nou, dat vonden ze toen ook. Toen dachten ze ook, dit hoort niet. En Jozua, net als Johannes, rent naar Mozes, zoals Johannes naar Jezus rent, en zegt, stoppen die handel. Leg ze het zwijgen op. Maar Mozes, net als Jezus, is veel nuchterder. Hij zegt heel nuchter. Ik wou dat het hele volk ging profeteren. Waar heb je het over, Jozua? Waar zul je over? En misschien is deze tekst uit Numeri ook wel de voedingsbron voor Jezus geweest om te zeggen, Johannes, maak je in vrede druk over. Dit stukje van Marcus raakt aan een heel belangrijke zaak. Want het gaat erover dat de grootheid van God zich niet laat beperken tot de protestantse gemeente van Akron. Tot de bekende club. Tot de mensen die wij in ons hart hebben gesloten. De grootheid van God uitzicht op talloze manieren. En wij hebben daar helemaal geen zicht op. Maar ga het niet beperken tot je eigen kringetje. Dat deden de fariseeën en de schriftgeleerden ook, hè? Dat waren de vrome mensen van toen. Ze beperkten de vroomheid tot hun eigen kringetje. Zij waren de hele dag met God bezig. Zij stonden te bidden op de hoeken van de straten. Zij deden de goede werken. En daarbuiten, soortje ongeregeld. Maar wie hebben Jezus eigenlijk aan zijn kruis getimmerd? Was dat het soortje ongeregeld? Of waren dat de fariseeën en de schriftgeleerden? En wie hebben president Trump aan de macht geholpen? Waren dat niet de vrome, wedergeboren christenen in Amerika? En wie steunen hem nog? Zelf de club. Als ik naar de geschiedenis kijk, gemeente, ben ik geneigd om te zeggen, hoed u voor vrome mensen. Vrome mensen hebben Jezus aan zijn kruis geholpen. Had hij natuurlijk verdiend, dat snappen we. Hij deed toch alles wat God verboden had.
Hij ging om met ongelovige Romeinen, met Samaritaanse vrouwen. Nou ja, je hoort al bijna niet met vrouwen om te gaan, maar zeker niet met Samaritaanse vrouwen. Wat dat betreft, wat de Taliban op het ogenblik uitvreten, komt aardig in de buurt. En Jezus ging om met tollenaren en zondaren. Hij had lak aan de Sabbat, ja, dan heb je toch de dood verdiend, wees eerlijk. Later in de wereldkerk is dit proces vele malen weer gebeurd. De hoogmoed van een kleine groep, vaak ook de vroomheid van een kleine groep. Ik zeg dus niet dat alle vroomheid fout is, hè? Even voor de nuance. Maar vroomheid kan totaal uit de hand lopen. Het was goed dat de reformatie kwam, dat Luther en Calvijn een kerk corrigeerden die inderdaad helemaal naar de barbusjes ging. Maar moet je daarna alle Rooms-Katholieken opsluiten en verbieden dat ze hun godsdienst houden? Moest onze lieve Heer in Amsterdam daarom op zolder komen omdat de Rooms-Katholieke kerk geen dienst meer mocht houden? Schiet je dan niet door? Het is denk ik ook goed dat de afscheiding kwam en de doliantie, want toen was de hervormde kerk in de ogen van velen ook het pad kwijt. Maar moet je daarna mensen blijven buitensluiten? Hoeveel kerkmensen hebben het leger des heils niet verketterd? Klopt het dogmatisch niet wat ze allemaal zeiden en deden? Ja, ze deden wel goede werken, maar het echte geloof ontbrak. Dus leger des heils afgeserveerd. Of de kwekers in Engeland. Of de doopsgezinden in Nederland. Of de remonstranten in Nederland. Allemaal kerkmensen die totaal niet deugen. Die er niets van begrepen hebben. Die niet waren zoals wij. Jezus zegt, geef anderen de ruimte. Die mij dienen op hun manier en oordeel niet. Dwing ze niet in jouw keurslijf. Ze dienen God op hun wijze. We hebben het gezongen, ieder komt tot God op zijn eigen manier. Althans, dat zullen we zo ook nog zingen. Hier in Marcus gaat het in feite nog om iemand die demonen uitdrijft in Jezus' naam. Maar als je Jezus nou niet kent, als je nou alleen maar God zoekt, als je humanist bent, of, moet ik het scherper zeggen, als je eigen onkerkelijke kinderen niet meer naar de kerk gaan, maar wel goede daden doen, wat dan? Ook dan geldt, gemeente, dat God altijd groter is dan wij van hem of van haar denken. U weet dat ik jaren geleefd heb tussen moslims, boeddhisten, hindoes, sikhs. En die jaren in Pakistan hebben mij veel geleerd. Wat had ik tegen die mensen moeten zeggen? Sorry, je gelooft niet op de goede manier, je gaat naar de hel. Je deugt niet. Had ik dat moeten zeggen? Hadden mensen dan uit mijn woorden de liefde van God begrepen? Of had ik iets anders moeten zeggen? Nou, het is meer, had ik anders de Bijbel moeten lezen. Het gaat helemaal niet om wat ik zeg. Het gaat erom dat je Gods woord begrijpt. En wat is Gods woord dan? Nou, hoeveel ruimte zit er niet in de Bijbel? Wij kennen vaak de beperkende teksten. Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Een tekst die heel veel misbruikt is. Maar ik hoor niemand ooit over Melchizedek. Die Abraham zegende, waar kwam die vandaan? Wat deed hij? Wat was die? Hij was wel zo vroom dat hij in de Hebreeënbrief genoemd wordt
als iemand die God zeer vereerde en Abraham zegende. En Jethro dan, de schoonvader van Mozes, hoorde niet bij ons houtje. Buitenkerkelijk, misschien wel heidens. Maar hij helpt Mozes verder. Of moet ik het boek Spreuken pakken? Het boek Spreuken bestaat voor 2/3 uit de Egyptische spreuken. Moeten we het boek uit de Bijbel gooien? Of Psalm 87, daar heb ik hier wel eens een mooie preek over gehouden. En toen heb ik gezegd, de Filistijnen, de Tyriërs, de Moren, vijanden van Israël, worden door God aangezien alsof ze geboren zijn in Jeruzalem. Geboren Jood. Dus ze horen erbij. Ik heb hier ook wel eens een preek over Jona gehouden. En toen heb ik jullie laten zien dat het daar niet gaat over die wonderboom en vissen met grote keelgaten die Jona's op kunnen slikken. Maar om die laatste woorden van God, zou ik dat soortje ongeregeld in Nineveh niet sparen. En wie is er dan boos en wie zegt, laat me maar doodvallen? Jona, de vrome Jona. Want God redt Nineveh en Jona is des duivels. Allemaal voorbeelden uit de Bijbel. En hoeveel wilt u er hebben? De wijze uit het oosten dan? De vromen in Jeruzalem kunnen vertellen waar Jezus geboren is. Je moet naar Bethlehem gaan, maar ze blijven zelf op hun vrome krent zitten. En de wijzen gaan daar het kind bezoeken en vereren. De wijzen die volgens ons weer van toeten nog blazen wisten. Astrologen, vreemd volk. Maar zij deden waar het op aankwam. Of moet ik het hebben over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? De priester en de wetgeleerde, de vrome, lopen langs de man die daar kapotgeslagen ligt. Ze hebben andere dingen te doen. Ze moeten naar de kerk. Maar de Samaritaan helpt hem en zet hem op zijn ezel. En van de hoofdman in Capernaum wordt gezegd dat niemand zo'n groot geloof had als deze man. En wie zei er bij het kruis eigenlijk, waarlijk, dit was Gods zoon? Was dat Petrus, was dat Johannes, was dat Jacobus? Nee, die waren gevlucht. En degene die beleidt dat dit waarlijk Gods zoon was, was een Romein. Jezus zegt in ons tekststukje, als iemand mij een beker koud water geeft, als je dat geeft aan een ander, als je je ontfermt, dan doe je het aan mij. Daar heeft hij later een prachtige gelijkenis over verteld, die u ook allemaal uit uw hoofd kent. Want al die mensen die Jezus kennen en dan aan het einde bij het oordeel naar de hemelpoort komen en zeggen, nou Heer, we zijn braaf geweest. We hebben geld in de collecte gedaan, we zijn 2 keer naar de kerk geweest. We zijn vroom geweest. Ja, zegt Jezus dan, u kent het verhaal. Dat mag dan wel zo wezen, maar jullie zijn vergeten humanist te zijn. Medemens. Barmhartig, betrokken op anderen. Want, en dan komt dat bekende rijtje, toen ik gevangen zat, hebben jullie me niet bezocht. Toen ik in Ter Apel zat, heb ik jullie niet gezien. Toen ik honger had, geen brood van jullie. Toen ik dorst had, geen drinken van jullie. Dus ik weet eigenlijk niet of jullie wel bij me passen. Of je het in mijn koninkrijk wel zo naar je zin hebt. Want ja, daar gebeuren andere dingen die jullie gedaan hebben. Dus misschien vind je het helemaal niet leuk bij mij. En dan komen al die anderen. Laten we nu maar even zeggen, onze eigen buitenkerkelijke kinderen. Of die humanistische buurman. Of die moslim, of die hindoe, of die sikh uit Pakistan.
En ze zeggen allemaal, Heer, we kennen u niet, sorry. U zult ons wel buitensluiten. We horen niet bij u. En dan komt weer hetzelfde rijtje. En dan zegt Jezus, nou, ik kon nog wel eens meevallen. Want ja, jullie hebben mij wel te drinken gegeven toen ik dorst had. En jullie hebben mij in Ter Apel opgezocht. En toen ik gevangen zat, heb ik jullie op bezoek gehad. En toen ik honger had, kon ik voor jullie brood krijgen. Dus wees welkom, want je hebt precies zo geleefd zoals ik het graag zie. Ik zet een punt. Wat heb ik gezegd vanmorgen? Ik zeg en heb gezegd, vroomheid op zich is prima. En ga alsjeblieft door met je kerkgang, je goede gaven geven en je vroomheid. Maar ga niet anderen veroordelen die het op een andere manier doen. En ga niet denken dat jij kunt zien wat de weg van God in het hart van een ander mens is, want je weet er niets van. En laat dus ruimte dat ieder mens God op zijn eigen wijze zoekt. En ga er niet over oordelen. Wees een gemeente van meeleven, betrokkenheid en oordeel niet. Want je weet het niet. En eigenlijk maakt dat het leven veel leuker en spannender. Amen.
daar is nog een zak. Ja, er zijn altijd meer zakken dan je denkt. Laten wij danken en bidden en ons gebed afsluiten met het Onze Vader. Heer onze God, we danken u dat u onze schepper bent. Dat u elk mens kent. Dat u betrokkenheid heeft op elk mens. Dat u toegang houdt tot het hart van elk mens. Wij danken u dat u de wereld in uw hand houdt. En we danken u ook dat de Bijbel spreekt van oorlogen, geruchten van oorlogen, rampen. En we zien al die dingen momenteel om ons gebeuren. Het is overal om ons heen. En tegelijkertijd zegt uw woord dat toch alles zal uitlopen op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar eindelijk gerechtigheid woont. Waar kinderen kunnen spelen bij het hol van een adder. Waar de oorlog niet meer geleerd wordt. Waar eindelijk vrede is. Heer, naar die tijd kijken wij uit. En wij bidden u dat we het zullen volhouden om te blijven geloven. Ondanks alles wat er gebeurt. Ondanks alles wat we zien. En we bidden, wilt u daarom uw koninkrijk voltooien. En laat uw wil geschieden. Want het is nou net uw wil dat het koninkrijk voltooid wordt. We danken u ook dat het koninkrijk al lang begonnen is. In het werk, de dood en de opstanding van Jezus. We danken u dat hij al zieken genas. Dat hij al opstond uit de dood. Als een teken dat het allemaal mogelijk is. Dat het allemaal kan. Dat het niet zo'n zooitje in de wereld hoeft te zijn. Wilt u onszelf nabij zijn zoals we hier bijeen zijn? Allemaal mensen met een geschiedenis. Allemaal mensen met dingen op hun kerfstok. Allemaal mensen die blijven hopen. Die blijven geloven. Help ons daarbij. En wees bij ons als er ziekte is of verdriet. Zo bidden wij ook voor de kinderen van mevrouw Bruinzeel. Om hen te troosten. Wilt u met hen zijn en met de verdere familie? En kracht geven om weer door te gaan. Heer, wees zo bij ons en hoor ons ook als wij in stilte onze dank en onze zorg met u delen. En hoor ons als wij samen zeggen, onze Vader, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Als slotlied zingen wij lied 837, het eerste couplet. Lied 837, vers 1. Dorstend naar zegen, daarom krijgt u de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Geest van God is en blijven met u en met jullie allemaal.